Nog steeds week 28, les 4, tweede deel van de les. Hoeken meten. Eerste werk, trek een pijltje. Je weet dat ik daarop sta. Dat zal jou tonen in welke richting je moet tellen. Goed. Nu is het de kunst om je heel driehoek juist te leggen. Ik leg hem op het been van de hoek waar ik zal beginnen tellen. Ik leg mijn lange zijde van mijn heel driehoek op dat been en ik tel in de richting van de pijl. Ik tel van dit been naar dit been van de hoek. Ik leg dus mijn lange zijde van mijn driehoek op het, ik noem dat startbeen. Ik weet niet of er nog meesters zijn die dat startbeen noemen, maar je telt dus van je startbeen in de richting van je pijl. Doe dat nogmaals. In de richting van de pijl tellen. Dit is het startbeen. En ik tel in deze richting. Goed. Dan neem je je geodriehoek. En je legt je geodriehoek op dit startbeen. En de nul komt op je hoekpunt. En je legt dat heel nauwkeurig precies erop. Zo. De nul op mijn hoekpunt. De lange zijde van mijn driehoek. Op mijn startbeen en ik tel in de richting van de pijl. Dit is hier 150, ongeveer 155 graden. Je mag daar een graad naast zitten in het vijfde leerjaar. Ja? Er is een controlemiddeltje, een scherpe hoek. Is kleiner dan 90 graden. Stompe hoeken zijn groter dan 90 graden. En de rechte hoek, dat is precies 90 graden. Ja? Hier wordt gevraagd om zelf een hoek te tekenen. Niet zo makkelijk voor mij op computer met muis. Ik kan hier vierkante dummies gaan. Je begint met een startbeen te tekenen. Goed. Je tekent de pijl in de richting waar je van gaat tellen. In welke richting ga je tellen? Teken mijn pijltje. Goed. Dit wordt hier mijn hoekpunt. Ik leg dus mijn geodriehoek. Met de nul op dat hoekpunt en de lange zijde van mijn driehoek op mijn startbeen. Ik tel in de richting van mijn pijltje tot aan 120 en je duidt dat hier aan. Zo, 120. Mijn heel driehoek mag aan de kant. Je neemt je latje en je verbindt met het hoekpunt. Voor de netheid kun je dat pijltje hier nu nog wat groter maken. Dit is een hoek van 120 graden. Eerste werk, startbeen. Tweede werk, in welke richting ga je tellen? Derde werk, zet een markering. Vierde werk, verbind. In welke hoek is het? Het is een, groter dan 90 graden, het is een stompe hoek. Succes!